Op 2 juli 2021 is het hoogste punt bereikt van de bouw van de cameramast op Groningen Airport Eelde. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar afhandeling van vliegverkeer op afstand in plaats vanuit de fysieke toren op de luchthaven. Dit systeem heet Remote Tower. Met behulp van camera's op de mast hebben de luchtverkeersleiders straks via beeldschermen live zicht op het luchthaventerrein en het nabije luchtruim. Het is dan mogelijk om het vliegverkeer op Groningen Airport Eelde te begeleiden vanuit het nog te ontwikkelen Remote Tower Center in het LVNL-gebouw op Schiphol Oost. Ja, we staan hier aan de westkant van de luchthaven, op de plek waar inmiddels de cameraman staat. Daar zijn we hartstikke trots op, hartstikke blij mee. We hebben in nauw overleg met de luchthaven, maar ook met de verkeersleiders, met experts van LVNL, maar ook met experts van Estads, hebben deze locatie gekozen. Daarbij zijn een paar criteria doorslaggevend geweest. Punt 1, uiteraard het zicht voor de luchtverkeersleiders op de luchthaven en het nabije luchtruim. Maar ook luchtvaartwet en regelgeving en bouwkundige aspecten. 4 maanden geleden zijn we gestart met bouwen. De mast is maar liefst 36 meter hoog. De vaste camera's hangen op ruim 38 meter. De op afstand bestuurbare camera's zelfs op 41 meter. Die hoogte hebben we gekozen met name uiteraard voor het zicht voor de luchtverkeersleiders. Maar we hebben daarbij ook rekening gehouden met de omwonenden. Ja, nu de mast er staat gaan we aan de slag met het aanleggen van alle technische infrastructuur. En zodat we vervolgens kunnen gaan starten met toetsen en testen van alle systemen. Want uiteraard staat veiligheid voorop bij de afhandeling van luchtverkeer. En pas als alle toetsen en validaties goed volbracht zijn, dan gaan we kijken wanneer de knop omgaat om daadwerkelijk via de remote tower het luchtverkeer te gaan afhandelen. Groningen Airport Eelde is de eerste luchthaven waar Luchtverkeersleiding Nederland op deze innovatieve manier luchtverkeersleiding gaat geven. Zo kan Luchtverkeersleiding Nederland deze luchthaven ook de komende jaren van efficiënte en innovatieve dienstverlening voorzien.